Zo, goeiedag. Hey. Lijn Spreeuwenberg. Pieter van Lochten. Pieter. Ja. Ik ben eventjes, heb ik een rondje gemaakt op de camping. Ja. Dat ziet er heel mooi uit. Dankjewel. Mooie omgeving. Dankjewel. Zou jij eens iets willen vertellen over deze camping, maar natuurlijk ook over jouzelf? Mm-hmm. Ja. Ja, dat is prima. Zo. Waar doen we dat? Ja, ik zou zeggen, neem je stoel mee, dan gaan we hier gewoon even de receptie binnen. Oh, dan doen we dat. Ja. Goed zo. Kom mee. Pieter, vertel eens wat over jezelf. Je bent getrouwd? Ja, ik ben getrouwd met Saskia. Twee kinderen, Saskia, Josh. Josh is helaas 2012 plotseling overleden, maar is nog steeds deel van ons gezin uiteraard. Hoort er nog bij? Hoort er zeker bij. En ja, goed, dat is onze privé-situatie. Ja. Hoe oud ben je als ik vraag mag? 47. En Joshua? Josh. Josh? Ja. Hoe oud was hij toen die? Die was net 10 geworden. En die had een bacteriologische infectie. We hadden dan proberen te doen van een gezonde jongen. En in een heel korte tijd is hij ons ontvallen. Dat moet toch wel een grote impact geweest zijn, of niet? Ja, dat is. Dat kun je niet voorstellen. Dat hakt er heel erg in. En ja, dan moet je proberen om samen je weg weer te vinden. En gelijktijdig een bedrijf als het deze proberen de leiding nog eraan te blijven geven. Maar dat zijn heel zware jaren geweest. Ja. Ja. En nog steeds. Is bijna onmenselijk, lijkt mij. Ja. Ja, dat kan je wel zeggen. Je hoort wel eens mensen zeggen die iets dergelijks overkomen is, die een kind ontvallen zijn, dat die zeggen van ik had liever dat ik zelf ging als mijn kind. Dat is ook zo. Ja. Dat denk je op dat moment en dat wil je ook, maar de volgorde klopt niet. Hè? Dus de berusting kun je ook, die is ook heel moeilijk om te vinden, die kun je ook niet vinden. En je kunt niks terugdraaien? Nee. Je staat machteloos, dat lijkt me vreselijk. Ja. Dat machteloze, dat is waar je dan mee de jaren daarna en af en toe nog mee moet dealen. Maar het is wel heel fijn om te horen dat je zegt van, we noemen hem gewoon bij ons gezin, hij is er nog steeds. Ja, ja. Ja. Dat voelt ook echt zo en daarom moet ik dat ook zeggen. Ja. Pieter, hoe lang doe jij hier al deze camping runnen? Vanaf eind 2007 heb ik het park overgenomen. Van de vorige directie, die in 2004 of zo hebben we hier zijn we begonnen met steakhouse. Dus het horeca gedeelte huurden wij van die man waar ik het in 2007 van over heb genomen. En sinds die tijd hebben we het hele camping, het hele park overgenomen en verder aan het ontwikkelen. Want er staat nogal wat, hè? Ja, het is een kasteel. Ja. Met een gracht, een steakhouse. Ja. Dit is de receptieruimte van de camping. En dat is eigenlijk ook het gedeelte wat je veel mensen weten, dat wat je hier van de weg af eigenlijk ziet. We zitten nu al op het centrumterrein. Dat is wat je zegt, hier staat het kasteel, de kracht, de roosduin is de aangezicht. Hier is het horeca gedeelte, receptie. Maar er ligt nog een totale camping. Het park is een 16 hectare op het moment. Los van onze plannen die er aan zitten te komen. En die 16 hectare, daar hebben we een vaste jaarplaats, 120, een 230 groene campingplaatsen, mensen met een kern en tent kunnen kamperen. En we hebben nog een kleine, goede 90 tot 100 chalets die we voor verhuur, die zitten op een apart gedeelte, op ongeveer 3 hectare van die 16. Die we gebruiken in onze omgevingsgunning voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Die hier in de regio aan het werk zijn. Oké. Okay. En dat staat hier helemaal apart eigenlijk van de. Ja, die hebben eigen ingang, eigen uitgang. Oké. Okay. Natuurlijk, of nou Nederlandse, Duitse of Poolse gasten zijn. Ja, ja. Ze mogen een potje tennissen hier, maar het is wel apart van de camping. Mensen van de camping niet op dat gedeelte en vice versa. Ja, er zit ook een fysieke scheiding tussen. Pieter, hoe de camping blijft, is die 12 maanden per jaar geopend of hoe zit het? Nou, de camping puur voor het kamperen. Hè? Het is nu redelijk koud om te kamperen. Dus de echte kampeerplaatsen zijn van 1 april tot 31 oktober beschikbaar.
En dan is het 5 maanden dicht, hè. Dus het zwembad dicht, het buitenzwembad wat we hebben. De toiletgebouwen zijn dan dicht, hè. Maar de vaste jaarplaatsen die mogen het hele jaar door. In de weekenden of als ze vakantie hebben, kunnen ze komen. Mm-hmm. En daar zijn we ook gewoon voor open. En uiteraard de huisvesting. Ja, ja, ja. Waar komen jouw gasten overal vandaan? Nou, als je naar vaste gasten kijkt, die dus een vaste jaarplaats nemen en een chalet, staakcaravan hebben staan, dan moet je denken, in de meeste campings is dat maximaal 1,5-2 uur rijden. Als mensen het weekend vrij zijn, dat je toch binnen dat tijdsbestek op vrijdag naar je werk kunt komen en zondag nog een reistijd die acceptabel is hebt. 1,5-2 uur, er zijn mensen natuurlijk nog iets verder rijden. En er zijn zelfs mensen die heel kort in de buurt wonen en die lekker in die in de stad wonen en die in het weekend lekker een groene plaats willen hebben. En hoe ligt die verhouding dan? Bijvoorbeeld Duitsers, Belgen, Nederlanders? Nou, voor vaste gasten is het eigenlijk Nederlands-Duits. Belgische gasten hebben we eigenlijk weinig. Die zitten misschien net buiten dat gebied. Ja. Maar toch, voor Duitse gasten is het toch wel 50-60%. Okay. Dus moet je ook Duits reden? Jawohl. Kijk, dat bedoel ik. Ik neem aan dat de arbeidsmigranten, dat gedeelte, dat blijft gewoon 12 maanden per jaar. Ja, dat zit in onze omgevingsvinden, dat is 12 maanden per jaar. Die huisvesting is daar ook geschikt voor. Dat zijn ook met centrale verwarming, grote units, etc. Ja. Die mensen zijn eigenlijk overal in de regio, logistiek, aan het werk, dus dat loopt ook het hele jaar door. Dat gedeelte is eigenlijk ook zelfvoorzienend? Ja, zelfvoorzienend. Onze mensen samen, ik verhuur niet aan de arbeidsmigranten zelf, maar echt aan de gerenommeerde bedrijven. Mm-hmm. En samen met hun mensen en mijn mensen zorgen we daarvoor het beheer. Ja, en zorgen dat gewoon voor die mensen, het zijn onze gasten. Ja. En dat moeten we zo ook zo vlekkeloos mogelijk door laten lopen. Ik knijp dat zich niet af en toe, of zeg je gewoon van, het is echt, we zijn erop gestaan en dat gaat prima? Ja, dat loopt prima. We hebben dat al vanaf 2011 of zo. En in 2013 is dat vanuit onze gemeente het vergunningtraject ingegaan. Mm-hmm. Daar hebben we ook steeds op voorop willen lopen. Onze burgemeester heeft destijds ook nog hier dat heropend, mm-hmm. dat gedeelte, ook om te laten zien, de laatste keer mm-hmm. te laten zien waar het ook goed gaat. Mm-hmm. En gelukkig, echt incidenten zijn er niet echt. Als je 400 Nederlanders of Duitsers bij elkaar zet, dan is er misschien ook wel een keer een rotte appel tussen. Ja, maar dan moet je daarop acteren. En daarom is het goed dat je samen goed beheer voert. Ja. Steakhouse, een groot gebouw. Ja. Is dat ook dagelijks geopend of hoe is dat? Ja, het Steakhouse is wel op maandag in de winterperiode gesloten, normaal ook 6 dagen open. Weliswaar in de winter wat beperkte openingstijden, dus van 5 tot 9 is de keuken open. Mm-hmm. En in de zomer is het 7 dagen open en vanaf 12 uur. Mm-hmm. Met ontwikkelingen die eraan gaan zitten te komen, is het ook wel de bedoeling dat we, dan is er ook de ruimte aan de buitenkant van het park om ook het aangezicht van het horecagedeelte wat meer te doen, zodat het van buiten ons park zie je nu niet echt dat het een restaurant is en het steakhouse is. Je moet echt het park oprijden om het te weten. En we hebben eigenlijk alles al klaarstaan voor de buitenkant, in de serre, mooi aan te kleden. Maar daar wachten we even op de gebiedsontwikkeling. Wat ik mij wel eens heb afgevraagd, ik kom dan vaker hier langs. Ik zie het altijd van dezelfde zijde uit. Daar lopen ook, in het verleden hebben we wel eens dieren rondgelopen. Ik heb hem wel eens afgevraagd, waarom geen gras met rozenperken of zo ervoor, dat zou het aangezicht ook anders maken? Nou, weet je, het loopt inderdaad nu een dierenbij voor. Het ligt 9 meter van zeg maar de weg af. Ja. In de loop van de jaren, ik ben ook ervaringsdeskundige geworden, schijnt die weg, doorgaande weg, een gebiedsontwikkelingsweg geworden te zijn. Dat wil zeggen dat je geloof ik voor nu een vergunning 25 meter vanaf moet blijven. Okay. En in die nieuwe aanhechting van de weg die gaat komen in het kader van gebiedsontwikkeling Hoorje-Wansum, krijgen we daar wel de mogelijkheid dat je dat aangezicht kunt veranderen. Dus nu is het inderdaad een dierenwei en dan dat we daar ook misschien ook zelfs de ingang aan die kant voor mensen van buitenaf kunnen maken. Ja, want je had het er net al over, naar de toekomst en de plannen, want deze camping, deze 16 hectare,
die zitten eigenlijk in het midden in het gebied van de reactivering Oude Maasdam. Ja, ja, dat is de reactivering. Ja. En wat gebeurt hier dan? Blijft die camping hier? Ja, gelukkig wel. Ja. Toen ik in 2007 het park overnam, ga je inderdaad, je maakt je ondernemingsplan, maar je gaat ook kijken van wat is er. Wat zit er? Wat heeft de overheid in plannen? Mm-hmm. Dat was toen nog niet bekend. Het enige wat toen bekend was, was aan die zijde van de camping. We liggen ongeveer 240 meter, 50 meter van de camping, van de Maas af. Mm-hmm. We hebben er een stuk grond tegen met een boothelling. Mm-hmm. Een oude boothelling. En toen zouden er plannen zijn om daar een hoogwatergeul en iets van neer te leggen. Mm-hmm. Dus die waren bekend. En een waterplas. Yeah. Op gronden die ook van ons zijn. We hebben ongeveer buiten die 16 hectare nog 8 hectare buiten de dijk liggen. Yeah. Een gedeelte van sportveld en dus die boothelling. En toen in 2008 is het project Bureau Ooie Wansum opgericht, is de provincie bij me geweest en zei, er gaat heel veel gebeuren hier. Mm. En we weten dat een producent fabriek hier een stukje verder zit, ja, die zal in die jaren wel door blijven produceren. Hè? Maar uw product is recreatie, dus er komt veel op u af, dat weten we, dat beseffen we ons. In de jaren dat zoiets op zijn kop gaat staan, ja. Maar dan moeten we ook rekening mee houden. En biedt ook weer nieuwe kansen. Ja, ja, die hebben ze inderdaad ook aan ons gevraagd van goh, hoe sta je daarin? Want buiten die hoogwaterbescherming, wat de doelstelling is van die reactivering van die oude Maasarm en die gebiedsontwikkeling, is een tweede doelstelling was ook om bij bestaande locaties toeristische initiatieven, recreatieve initiatieven, de kans te geven. Want vanaf 1993 na de overstromingen was het hele buitengebied op slot. Ja. En dat gaat natuurlijk weer op slot. Ja. Dus dan kun je eenmalig kun je dat doen. En dat betekent wel dat dit gebied op een soort eilandachtig iets komt te liggen, of ja, niet? Eigenlijk het hele buurtschap hier, dat komt op een soort eiland te liggen. En als je hier aan de zuidzijde van onze camping kijkt, daar komt die hoogwatergeul te liggen. Ja. En we liggen echt midden op de kop van Ooie, zoals het in het project heet. En we dragen nog als recreatiepark de Ooie mede de naam van de gebiedsontwikkeling. Ja. En alleen, ik denk, als het eindplaatje er ligt, dan wordt het een prachtig gebied. Ja. Het wordt natuurgebied en nu is het weliswaar nog landbouw. Ja. Hè, voor onze gasten die uit de stad komen en die lopen de camping af. Dan is het voor die mensen misschien ook al landbouw. Nog meer of, natuur, maar ja, het is groen, maar straks wordt het echt prachtig natuurgebied. En eigenlijk die hele strook van Blerik tot hier, tot Blitterswijk, Wansum, dat wordt allemaal recreatie langs de Maas. Dus dat is aan zich niet verkeerd. En als dit een eiland wordt, dan kunnen wij eigenlijk spreken van Schiereiland Ooie. Ja, misschien wel. Misschien is het wel. Ik denk dat met hoog water. Daarom gaan ze ook aan de ene zijde hier de brug maken, waar nu de Blitterswijkse weg loopt, wordt een brug, zodat het water via die oude Maasarm door kan stromen. En dan zijn we dus via die brug nog bereikbaar, dat hele buurtschap hier. Ja. Ja. Dus je kijkt, kun je nog tol gaan even? Ja, dat weet ik niet of ik dat degene ben, hoor. Maar ja, als onze gemeente me zou vragen, dan stel ik hem beschikbaar. Want Pieter, hoe was dat in 1993, 1995? Toen zat je hier nog niet, maar ongetwijfeld weet je wel. Ja. Hoe hoog is toen hier dat water gekomen? Heeft dit onder water gestaan? Nou, waar we nu zitten, de receptie, was er toen nog niet. Die is pas 5 jaar later gebouwd. Ja. De woning hier rechts, die stond er al wel. Ja. Hier is het net gevrijwaard gebleven. Het kasteel is net niet in het water geweest. Het horecagedeelte is net niet onder water geweest. Maar delen van onze camping, die hebben wel 1,5 meter in het water gestaan. Jamie, nee. Ja. Geen Duitsers weggedreven? Nee. Van anders? Die waren al weg natuurlijk. Ja, goed, toevallig. Daar hebben echt veel chalets toen in het water gestaan. Ja. En dat is natuurlijk, dat verschrikkelijk wil je niet meemaken. We zijn op de nooddijken gekomen, hè? De dijken zoals we nu kennen. Ja. En dus ja, goed, met de hele ontwikkeling natuurlijk zijn wij er ook blij mee. Hè? Buiten een stuk overlast, wat je misschien kunt gaan verwachten in het algemeen belang. Het is niet alleen de camping die daardoor beschermd wordt, maar het hele achterland. Wij liggen toevallig nu hier, maar ook onze dijken maken deel uit van die linie. En die gaan gewoon een stuk omhoog, worden primaire dijken. Ja, moet je kijken. Daar zit je echt op een eiland. Ja, dus ik kom echt op een eiland te zitten, maar het biedt ook de mogelijkheid inderdaad voor ons, je vroeg er net al naar, om een stukje ontwikkeling te kunnen doen met die hectares die nog van ons zijn. Ja.
of die moeten ruilen. En dan is het toch de bedoeling dat we, dat stond overigens al in het ondernemingsplan wat ik schreef met wat ik in 2007 maakte en 2006, ja, dat je camping toen ook al naar de toekomst toe. Camping is niet meer alleen maar een stukje gras verhuren. Je wilt een beleving wil je maken. En ja, in onze toekomstvisie zit daar een jachthaven in die juist ter beschikking is voor de gasten. En die mooi kan aansluiten aan die hoogwatergril die er komt. Waar we ook een aantal drijvende recreatiechalets in kunnen leggen. En aan de andere kant nog een stuk uitbreiding met vaste plaatsen. Die zijn hier gewild. Mm-hmm. We hebben er ook niet veel van vrij. En die gaan straks ook op dat mooie gebied uitkijken. Ja. Maar dat zijn eigenlijk, Pieter, dat zijn plannen die gerealiseerd kunnen worden volgens mij na 2020. Hè? Nee, gedurende. Ja, gedurende het traject, maar in 2020 zou het allemaal gereed moeten zijn. Klopt. Dus lijkt mij een heel goed idee om gewoon dan in 2020 eens terug te komen te kijken wat er van die plannen allemaal gerealiseerd is. Het zou heel leuk zijn. Ja goed, de bestemmingsplannen liggen nu ter visie. Ja. En wij zullen ook zelf moeten aanhaken met de aannemer die voor de overheid werkt. Want ja, we kunnen niet gaan graven als de aannemer al weg is. We zullen dat echt in die 3 jaar moeten doen. Dus ik ben ervoor om het over 3 jaar een keer te doen. Goed zo. Pieter, mag ik jou heel hartelijk danken voor dit gesprek. En ook jouw visie natuurlijk naar de toekomst toe, want die is wel belangrijk. En wij komen nog een keertje terugkijken. Zou ik leuk vinden, Leij. Hartstikke dankjewel. Dankjewel, hè. Oké. Okay.